Dus ga op zoek naar kleine, grappige en ontroerende berichten in Gelderse Koppen. Nu bij TV Gelderland. Loop je midden tussen de koeien, want koeien zijn natuurlijk ook Gelderse Koppen. Loop nou niet weg, je loopt uit het shot. De afgelopen jaar hebben we heel veel prachtige Gelderse Koppen langs zien komen. En het komende half uur hebben we de allermooiste voor u nog één keer in beeld gezet. Veel plezier. Kom op. Kom nou. Kom. Gedomesticeerd, maar luister gewoon maar. Kijk, dat is nou beter dan Hollywood. Daar hebben ze getrainde koeien. Die lopen gewoon zo met je mee. Kom op. Vandalisme. Je naam in een boom kerven. Wat tegenwoordig graffiti is, dat was 50 jaar geleden, was dat met een mes in een boom gaan staan hakken. Dan moet je toch wel heel erg niet van de natuur houden. Wil je met je zakmes gewoon keihard in zo'n schitterende beukenboom gaan staan kerven. Dan heb je toch het gevoel echt niet op de goede plek zitten. Wat voor soort mensen zou dat toch zijn? Oh, hallo. Goeiedag. Hi. Hallo. Ja, ik sta hier net bij die boom. Is zo ontzettend leuk. Er staan gewoon overal namen in. Vanaf de jaren 50 al. Hartstikke mooi. Ja, hartstikke leuk is dat. Hoi, Harm. Hoi, Hans Hogekamp. Dag Hans. Ik ben Anton. Anton Hogekamp. Ja, van mij moet ze in alle 12 namen in me staan. Ja. Maar zeg dat nog eens. Je hebt in alle 12 heb jij een naam gezet? Jawel. Ja. Ja, en dat ging erom van hoe hoog hij kon komen. Dan namen we de fiets met. En dan gingen we op de fiets staan. En dan was gewoon een wedstrijd werd eigenlijk het hoogst. In die boom kon krassen. Maar wat deed jij er altijd in, Anton? Aha. Hier zie je nog wel eentje. Kijk eens heel hoog. Waar. Aha. Aha. Ja, kon die goed zijn? Daar zo. Oh ja, verdomd. Ja. Zie je daar? En hoe kreeg je dat voor elkaar? Dan kan je niet bij. Hier wordt het nog lager zo. Dan werd de fiets hier zo neergezet. Ja, dat bedoel ik. Oh, dat moeten we even doen. Zet eens neer. Dan werd de fiets gepakt. Zo, wacht even. Ja. Oh, je bent nog steeds heel sterk. Zelfgemaakte fiets. Dan klom je zo op je fiets. Ja, moet ik je vasthouden? Geen gang. Dan moet je even een zetje geven. Ja. Dat kijk, is lang geleden. En nou zou ik hier kunnen komen. Ja, kijk. Mooi zeg. Maar zo ging dat dus. Ja. Maar was dat kuddegedrag dus eigenlijk van jou? Of dacht je, ik net zo goed als een hond tegen een boom piest om het territorium af te baken. Dan dacht jij, ik zit gewoon mijn naam in al die bomen. Ik denk dat het territoriumgedrag ja, is. Ja. Ik ben Anton en ik ben 14. Ja. Mijn precies. Naam gaat nu... Precies. Ja, zo was het gewoon. Ja. Het zijn best wel moeilijke dingen om te lezen ook. Hey! Hey! Een toerist met een camera. Hoi! Hey! Harm. Even heel stiekem voor de argeloze kijker. In het lokale krantje stond kervers gezocht. En dat was een oproep van jou, hè? Ja, dat klopt. Wat vind je nou zo boeiend aan die, al die kervingen in die bomen? Ik vraag me wel eens af wat de verhalen hierachter zijn. Zoals op deze boom aan de achterzijde staat een meisjesgezicht. Oh, wacht even. Oh ja, ik ga hier nog even door, zeg. Helemaal bovenin. Daar, boven Elderboom. Oh ja. Ja. En dat is een meisjesgezicht en dat blijkt dus het mooiste meisje uit de klas te zijn. En heeft er iemand voor haar dat gemaakt? Ja. Wat voor school doe je? Ik zit op de kunstacademie in Breda, Sint Joost. En dan volg ik de opleiding fotografie. Wat ga je doen met die verhalen? Ik ga een aantal mensen interviewen die een bijzonder persoonlijk verhaal kunnen vertellen. En ja, daar leg ik ook beeldmateriaal van vast. Is dat een hartje? Nou, denk ik. Nee, dat zijn takken geweest, denk ik, die afgebroken zijn nog. Oh ja, ik zie nu overal wat in natuurlijk. Dus ja, er staan er ook zoveel in. Ja. En wat hebben die bomen met jullie
relatie te maken? Nou, luister, vroeger was er niet zoveel te doen aan jeugd, honks en noem maar op. Dus daar ging je maar een eentje fietsen. Nou, en dan om je liefde te laten zien, dan werd er een hatje of je naam. En meestal werd er een hatje ingezet met een pijl erdoor. Eén kant AH en de andere kant van het meisje, de AA van het meisje. Maar daar was je uren mee bezig. En dan keek jij toe? Ja, leuk toch? Ja, af was en toe. Was je goed apen trots? Ja, dat je van elkaar hield en dat was blijvend. We waren nog te jong, we mochten niet bij de ouders thuiskomen. Nee. Dus je was eigenlijk continu was je of in het bos of in een cafetaria of wat dan ook. Het was eigenlijk hele weekend. Ja. Ik wil wel even zien hoe je dat deed. Kan je dat laten zien? Hier hebben we het echt voor gevraagd, hier mag het in. Dit is een officiële kerfplek, ook voor bejaarden. Oh ja, precies. En dan zat je te praten, een beetje zoenen tussendoor. Ja, tussendoor, doe even. Zo, wacht even, wacht even. Hebben we net al gedaan. Ja, oh mooi. Fantastisch. Leuk, hè? Ja, het is heel mooi. Oh, het wordt echt een heel mooi hart, Hans. Ja. Ja, hoe voel je je, Anton? Kijken. Gelukkig. Anton voelt zich gelukkig. Ja. Ben je weer jochie van 14? Ja, precies. Ah, kijk. Dan zit ik jou hier neer, Ant. Ja? En dan, dan kijk jij bewonderend toe hoe het hard gemaakt wordt. En dan laat ik jullie stiekem alleen, jongens. Heerlijk. Dat zie je. En dan 40 jaar erbij. Dankjewel. Dankjewel. Ah, romantisch. Yes, you know. Hoi. Hoi. Jo en Kees Blankenstein zijn samen 195 jaar. En al 70 jaar zijn ze gelukkig getrouwd. Mijn trouwdag, die was prachtig. Ik had een hele mooie lichte blauwe japon aan. Maar allemaal iets moois hier. Want wit, oh, daar ga je onschuldig het huwelijk in. Maar er is niemand. Wij kenden elkaar eigenlijk al van dansles af. En hij kon hartstikke lekker dansen. En zo lekker licht. Toen heb ik ze dan gevraagd en dat het aangehouden. Ja, we hadden hem net gezegd. Hij was ook van nette familie. Ze zag er altijd keurig uit. Dit zijn felicitatiekaarten. Kun je het zien, Kees? Mooi, hè? Ja. Vervelende trekjes. Ja, hij wil ze gelijk hebben. En als je gelijk hebt, dan geef je het ook niet zo gauw op. Maar een man, die bekijkt een hoop dingen anders als een vrouw. Dat weet u net zo goed als dat ik het weet. Hij zei altijd, ik heb maar één joker en dan ben ik hij. En hij is wel zo verschrikkelijk goed voor me geweest. En ik probeer het voor mijn man te zijn. Ik heb het altijd goed met hem gehad. Ja. Hebben we eens een keertje ruzie gehad? Ja, zo is het. Maar we hebben elkaar nooit het ziekenhuis ingeslagen. Ja. Veel mooier dan het mooiste schilderij. Ben jij mijn lieveling, zo? Ben jij. Dat er geen kinderen gekomen zijn. Dat vind ik jammer. Want ik ben dol op kinderen. Maar mijn man die zei altijd, Jo, je moet er wel om denken dat je niet voor het bed getrouwd hebt. Je moet proberen om elkaar te nemen zo je bent. Maar je moet niet proberen de baas te spelen. Want dat kan niet. We gaan dieper en dieper het bos in, op zoek naar Marianne Wensveen.
Met haar gaan we een cursus energetisch natuurwandelen doen. Dan gaat ze voelen waar de energieplekken van de natuur zitten. Dat ga ik zo meemaken. Marjan! Hoi! Wat gaan we doen? Nou, hier vlakbij is een grafheuvel. En daar wilde ik maar eerst naartoe. Ik vind het een hele mooie. En ook echt heel mooi hoe die hier ligt. Over de aarde lopen lijnen. Kosmische kracht en aardse kracht komen bij elkaar. En verdelen zich in lijnen over de aarde om de aarde energie te geven. Nou, op zo'n plek komen heel veel lijnen bij elkaar. Dat is, vaak zijn het dus krachtige plekken, bijzondere plekken. En nou, doe jij energetische natuurwandelingen? Ja. Wat zijn dat nou precies? Nou, energetisch, dat wil zeggen dat ik doe gewone wandelingen over de natuur. Ja. Maar het energetische deel, dat is dat er ook dingen zijn die je niet echt goed kunt zien. Die kun je wel leren voelen. En met wichelhoeders kun je dat aanleren wijzen. Ja, is dat is een wichelhoede. Ja. Ik ben iemand die heel veel dingen oppikt met mijn lijf. Wat dus dan zeg ik, oh, wat voel ik hier? Ja, nou ja, bijvoorbeeld, oh, ik sta op een krachtlijn. Of, oh, wat voel ik me hier beroerd? Wacht even, je moet rustig erheen lopen en voelen wat je voelt. Dit leidt mij niet af, dan voel ik natuurlijk weer niks. Ik ga allemaal in mijn stokjes zitten. Zo. Nee. En moet ik dan... Ga jij maar... Wel, nee. Gewoon... Je gaat gewoon lopen waarheen jij wil. Waar gaan je voeten naartoe? Ja. Je hoeft verder niks te doen. Okay. Ja, doe maar. Ja, weet je ook niet. Nee. Misschien voel je wel wat onderweg. Nu voel ik alweer van alles natuurlijk. Ik heb al zo'n tintelende handen. Echt waar? Zo. Ja, maar dat is natuurlijk gaan stelleretten. Waarom? Waarom? Omdat jij zegt, nou, misschien voel je wel iets. Nou, dan voel ik heus wel iets. Ik ben hier zelf rond gaan lopen. En er zijn hier 8 leelijnen. De kwestie is dat op de top heb je de hoogste kracht. Maar ik ga even doen wat jij doet. Hè. Zo, gaan we eerst even stil zijn. Zo. Ik voel nu echt draaiing. Ik voel linksomdraaiing. Ik voel in mijn onderarmen getrek. Zo hier. Hier? Ja. Dan heb ik aan één kant een tennisarm, dus het kan ook zijn dat het dat is. Ieder mens voelt anders. Ja, het is echt een beetje raar. Dat is het leuke. Why do we always talk about things like this? Why do we always haunt each other down? Marjan, we zijn gestopt. Waarom? Ja, omdat hier ergens een waterputje zit. Ja. Het is van de waterleiding. En als je daarop staat, dan voel je wat het water met jou doet. Okay. Je vraagt om water en je gaat lopen. Ja? Ik ga nu wel heel erg de verkeerde kant op. Kijk, nou dan is dat... Geef dan mij is water. Die wel, water. Dan is die vlakbij. Water. I know the kind of peace that I... Hij wijst naar Mekka en naar het Witte Huis, maar niet naar... Ja, nee, maar dat doen ze bij mij ook wel eens. Oh ja? Ja, dan sta je toch ergens vlakbij. Doe even een stukje Irene, hoor. Misschien helpt het. Ja. Een stukje Irene. Wat heb jij nou aan al dat gevoel in je eigen leven? Wat heb je daar nou aan? Wat brengt het jou? Ik zou zeggen, het verrijkt mij heel erg. Maar als het nou jouw tijd is geworden, waar wil jij dan dat jouw energie blijft? Dat is heel raar, maar ik wil niet sterven. Egoïstisch nou weer. Stom, hè? Je gaat heb gedacht van, oké, dat is helemaal niet nodig. Waarom? We kunnen gelijk doorstomen naar een volgende dimensie. Ik weet niet of het me lukt, hoor. Je gaat er wel stiekem van uit. Ik hoop het. Ik vind het heel zinvol om dit te doen.
geeft mij reden om te leven. Het geeft mijn leven zin. Hier ontmoet ik mezelf. Ik kan heel goed alleen zijn in stilte en dat uren en dagen en maanden en jaren volhouden. Op haar zolderkamer in het centrum van Zutphen zit Dees Deelstra elke dag te weven. Urenlang, helemaal alleen. Je moet een beetje gek zijn om dit werk te doen. Ik weet ook niet waarom ik dit doe en waarom ik gevraagd ben om dit te doen. Waarom het de bedoeling is dat ik dit doe. Dit is gewoon wat ik waarvoor ik bestemd ben, voor mijn gevoel. 20 jaar geleden was Dees heel ziek en in de war. In die donkere periode ontdekte ze dat ze aan het weefgetouw tot rust kwam. Nou, je moet je voorstellen, 's ochtends dan begin ik. En dan heb ik helemaal geen zin. En dan zie ik een beetje tegen de dag op en tegen het leven op. En dan moet ik weer mijn schouders eronder zetten. En als ik dan toch maar gewoon begin en ik zet die radio aan en ik ga gewoon weven, dan kom ik in een ritme, in een cadans. Je voeten maken dezelfde beweging, je handen maken dezelfde beweging. Dan worden mijn gedachten ook rustig en positief. Dus het is eigenlijk een soort meditatie. Zo zie ik het. Dees noemt haar werk religieus. Maar het zijn geen traditioneel kerkelijke voorstellingen. Wat je heel veel ziet in mijn beelden, dat is bijvoorbeeld de zon die terugkomt en die eigenlijk alles doorstraalt, waardoor alles kleur krijgt. En voor mij is dat toch een symbool van God. Dat is het symbool van het licht dat alles doordrenkt en dat overal in aanwezig is. Dit is een soort zelfportret van mijzelf en Auke. Auke is mijn man. En ook hierin heb ik weer die zon verbeeld. En in dit geval met al die hartjes als de liefde van God die aanwezig is ook in die kwade hond met die scherpe tanden. En ook in hem en ook in mij en eigenlijk in alles. En in die zin is het religieus. Het verbeeld wat mijn geloof dat God in mij en in alles aanwezig is om me heen. Dit is dus heel spannend. Dit is een doek waar ik het afgelopen half jaar aan gewerkt heb. Het ontwerp hangt hier in zwart-wit, gewoon in lijn tekening. Ja, dat is altijd een heel bijzonder moment, want ik heb het zelf ook nog niet gezien. Ik zie elke keer zo'n reepje. Ik werk aan de achterkant, vandaar ook dat je al die draden ziet. Voor mij is dit een magisch moment waar ik vaak vervolgens 3 dagen van moet bijkomen. Normaal dan doe ik dit alleen, als ik alleen ben. Dan heb ik even de tijd om op adem te komen en te wennen aan het nieuwe geboren beeld. Want in feite is het een soort geboorte. Tjongejonge, ja. Het is heel anders dan ik had gedacht. Veel lichter. Lichter van kleur. Blij mee. En nu de volgende. Ja, er zijn alweer 1000 andere ideeën. De broertjes De Bruin, Rien, Job en Barto zijn misschien wel de beroemdste slagers van de Betuwe. En dat komt door hun rookworst. Plakje worst, Harm? Graag, slager. Proef onze met goud bekroonde rookworst. Oké. Okay. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou heb ik een heel klein probleem. Dan kom ik helemaal uit Arnhem voor de prijswinnende beste rookworst van Nederland. Heb ik een prachtig dorp, een schitterende omgeving, een leuke slagerij, fijne mensen.
en één lullig bord buiten. Rookworst. Goed, jongens. Is daar niet wat aan te doen? Ja, daar is zeker wat aan te doen. Ik zie pretlichtjes. Een groot spandoek. Mag ik zien waar? Jazeker. Gaat u voor? Ja. Maar met z'n drieën. Het was een pop 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 pop. Wie is de echte slager de Bruin? Het is echt wel staltig. Oh nee, kijk aan. Recessie? Ik dacht van niet. Jongen. Het is niet het NK rookworst te draaien. Het is... Nee, het is gewoon Arnhem rookworst. Arnhem rookworst. Ja. Dan denk je, het is een regionaal prijsje. Maar dat is niet zo. Nee. Want... Het is echt een hoofdprijs. De Arnhemse rookworst hapstad, dat is De voor de rookworst. Ja. Landelijke wedstrijd. Hoe werkt dit? Zo, van die dingen. En die doe je er dan door... Dat is echt een darm. Even heel stiekem, nu we toch onder elkaar zijn. Ja. Wat is nou het geheim van jullie worst? Het geheim van ons worst is de peper. De peper? De peper. Wij hebben die speciale peper uit Sumatra. Je moet helemaal uit Indonesië komen om jullie worst op smaak te brengen. Ja. Heb je die peper bij de hand? Jazeker. Kijk eens. In een mooie Indonesische pot. Kijk eens. Och. Dit is een Indonesische pot? Ja, volgens mij wel. Nou, van mij niet, maar geen niet. Zo, ja. Hoe lang duurde het er nou al hier? De slagerij, die bestaat al 80 jaar. Mijn opa die heeft de slagerij in Beuzinchem laten bouwen. Ja. En die is daar begonnen met vlees te verkopen, ja. Zoiets? Ja. Nou, ik vind het... je bent een natuurtalent. Ach, ja. Ik zie van die mannetjes staan hier zo. Ja. Job, Rien en zo. En dan moest je meehelpen? Ja. Wat moest je dan doen? Er is schoonmaken, zo begin je, hè? Ja, allemaal bloederige troep en gedoe. En dan vind je als kind... Vind je normaal? Ja, dat vind je vrij normaal, ja. En varkenslachten, moest je dat ook doen? Varkenslachten, bloed opvangen. Want toen maakten we nog bloedworst zelf. En dan werd er zo'n varken geschoten. En dan zeiden ze, we moesten met een kom erbij. Even, dan kwam hier een varken binnen? Ja. Waar was het ongeveer? Daar, bij die... De dingen hangt er nog. De ring waar de varken aan... Dan werd hij vastgebonden. Vastgebonden. En dan moest ik erbij en dan, met een kom om dat bloed op te vangen. En dan moest ik dat kloppen, want er zitten allemaal eiwitten in. Ja. En dan ging hij tekeer die houden en die zei... Kloppen! Nou ja, goed. En dat deed je dan. Ja, en dan vond je niet heel zielig dat het te plekken allemaal dood ging? Nee, dat vond je niet zielig. Nee. Ja. Je wist in principe niet beter. Die gaan zo regelrecht... Ja, kijk, dat is de rokerij. Dat is het geheim van de smid ook een beetje. Ja. En hoe lang moet het erin? De hele nacht. Maar een uur of 8 of 10? Of... Ja, 8. Ik denk dat hij binnen 8 uur uitgebrand is. En het is gewoon eikensnippers eronder in. Ja. Een rookkast, niks meer aan doen. Verder is niks. Niet met, dat hij nog sprenkelt met, nee, met nee, nee. Kruidolie. Nee, dat is van die chemische... En die is goed. Ja, die is, kijk eens hoe goudgeel dat die is. Ruikt er maar aan, ja. Ja, het is echt pure houtlucht, ja. Het ziet er wel heel mooi uit. Ja. Geweldig. Nou, ik neem ze allemaal. Dankjewel. Echt geweldig. Zo. Okay. Dit is even jullie gratis lokale commercial, hè? Yes. En wie gaat het woord voeren? Commercial man. Ja. En dan lijkt het mij gewoon even dat jullie allemaal zeg maar semi-ambachtelijk de lens inkijken. 3, 2, 1... Ja, Homer weer. Dat is natuurlijk als kostbaar is. Ja. Weet je wat dat kost per seconde? Zo'n commercial is echt heel duur, hoor. 3, 2, 1, go. De super sappige rookworst van Slagerij de Bruin. Ja, wacht maar. Vind je het voor een worst super sappig? De lekkerste rookworst is van Slagerij de Bruin. En die vindt u in Culemborg, Beuzinchem en Zoemond. Komt allen hier. Nou, nee. Dat vind ik ook 1830. Dit is de lekkerste rookworst van heel de Betuwe. Komt allen. Ja, godverdomme. En wij maken de lekkerste rookworst van u. Ik ben Bart de Bruin. Ik ben Job de Bruin. Ik ben Rien de Bruin. En wij maken de lekkerste rookworst van heel Nederland. En ik maak ze. Kijk! Ja, dat was hem. Je hebt ook echt van die worstogen. Dat je denkt zo, wow, ik maak ze. Hoi.
halen. Hoi. Dag. Hoi. Hallo. Hoi. Kijk. Ja. 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 De. Pastinaak. Heel goed. De. Schokse neer. Oh. De. Schokse neer. Nee. 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 Oh, de kliswortel. Oh, de kliswortel. Ja. Zo, nou, ja. Toch twee van de drie. Maar kijk, dit zijn dus allemaal vergeten groentes. Ja. En als ik ze zo in dit treurige stil leventje bij elkaar zie, dan denk ik... Er ontbreekt iets. Nee, dat dacht ik nou niet. Ik dacht van, laten we ze lekker verder nog een keer vergeten. Oh. Vind je niet? Het, ja, is, het is zo somber. Nee. Vind jij niet? Vertel eens wat jij ziet, wat hier mooier is. Nou, ik vind vooral de pastinaak vind ik heel lekker. Daar kan je heel veel verschillende dingen mee doen. De schorseneer ook. Dat is eigenlijk een beetje aspergesmaak. Ja, de armoede-asperge zeggen ze ook wel, hè? Ja, maar... ze zeggen wel meer, bedoel je. Nee, ze zeggen, er ontbreekt iets. Wat ontbreekt er? Ja, de aardpeer. De aardpeer, ja. Wie kent hem niet? Ik hem niet. Nee. Dus, nou. Ja. We moeten er maar even eentje laten zien dan. Zullen we dat gewoon doen? Dat gaan we gewoon doen. Okay. Gaat u voor? In het dagelijks leven zijn ze onder andere vegetarisch kok. Maar in hun vrije tijd zijn Romilda en Tony... de vrienden van de aardpeer. De liefde voor de vergeten groenten ontstond op een cursus ecologisch groente kweken. En nu doen ze er alles aan om de aardpeer op ieders bord te krijgen. Ja, dit zijn ze. Dit is een aardpeer. Ja, maar hij is nu natuurlijk afgestorven. Ja. Omdat het winter is. En normaal zijn ze veel groter. Ze kunnen tot 3 meter hoog worden. Het is een... En zijn ze groen? Dan zijn ze groen, ja. Maar dat is wel, het is echt groente. Wat doe je zoal als vriend van de aardpeer? Voornamelijk koken met aardpeer. Dat is eigenlijk wat je doet. Want groente is om te eten. Ik ben heel benieuwd. En je probeert natuurlijk de meest lekkere dingen te bedenken. Oh ja. Dit is de aardpeer, hè. Ja. Ze zijn wel heel groot. Hebben we een goede beet, ja? Ze hebben een goede. Ze hebben een mazzel. Waarom is zo'n groente nou vergeten? Als die zo ontzettend leuk is en lekker en makkelijk. Ik denk dat hij heel erg bewerkelijk is. Tenminste, om klaar te maken. Ik weet niet, hij is een beetje verdrongen door de aardappel. Hij was ooit heel populair. Dus hè, hij is door de zeevaarders is hij meegenomen naar Europa. Ja. En ja, toen kwam de aardappel. Want, ja, hij groeide dus zo makkelijk. Dus had iedereen aardperen staan. En in heel Europa. Maar zo overal weg. Ja, hij is een beetje... Hij wordt weer een beetje herontdekt nu. Maar wat was het nadeel... Nou, in Frankrijk is hij wel gebleven, hoor. Daar ligt hij ook nog steeds gewoon in de supermarkt. Oké, maar wat is het nadeel aan de aardbeer behalve bewerkelijk? Zitten er nog meer nare kantjes aan? Ja, als je er te veel van eet, ga je er wel flink scheet van laten. Ja. Nou, kakelvers, het water loopt me al in de mond. Nou, kom op. Kunnen we hem proeven? Ja, we gaan hem proeven. Ik ben heel benieuwd. Is het genoeg voor één maaltje zo? Ja, heel meer dan. Zo. Wat gaan we maken en kan ik jullie helpen? Ja, we gaan risotto maken. Dat is met rijst, hè? Ja. Ja. En Tony hier is chef. Chef risotto. Chef risotto. Zo, Tony, okay, wat kan ik doen voor je? Je mag even een knoflookjes zo maken. Hoeveel heb je er nodig? Doe er maar 2. Gaat de aardbeer in de risotto? Ja. En wat kan je nog meer van dat spul maken? Nou, ik ga bonbons maken. Pardon? Van aardbeer. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je dat doen? Nou ja, hè, zoals we al zeiden, wij proberen zoveel mogelijk te doen met de aardbeer. En dus we proberen hem ook in te zetten voor zoete dingen. Ja. Dus we maken ook taart en dus bonbons. En daar is hij ook echt geschikt voor? Ja, dat kan. En deze hebben we zelf gestookt. Stinker. En dit is gewoon echt een zuivere aardbeer, wodka. Nou, kijk, graag. Week in, week uit staat hij. Hij is echt heel sterk, hoor. Oh, maar. Ja? Is het een soort eau de vie? Ja. Nou. Ja. Maar hier gaan jullie met, zeg maar, normale mensen die gaan naar Spanje en die leggen dan 5 mutbindjes onder de voorbank. Uh-huh. En jullie gaan met 3 zakken aardpeer naar de Costa Brava. Zoiets? Nee. Ja, dat zouden we kunnen doen. Nee, we vinden het vooral leuk om ze op verschillende plekken te planten. Illegaal? Ja. Hoeveel vrienden van de aardpeer zijn er ondertussen? Nou, over de 100. Echt waar? In heel Nederland. Het is echt een succes aan het worden. Ja. Je ruikt nu nooit anders erbij.
Niet alleen ui, maar je ruikt ook een soort zoetig. Hey, oh, het is aan mijn hart om te vertellen wat je doet. Ja, nou, dit is aardappel. Die heb ik thuis gekookt in appelsap. Ja. En daarna met de staafmixer gepureerd. Dus nu is hij wat zoetig. En ik doe er dan cranberries bij. Ja. En chocola. Wil je nog meer, Herbert? Ja, lekker. Ik kan hem zo leuk modelleren ook. Dank je wel. Jij ook? Pakje. Salie is dat dit. Oh, vind ik wel heel lekker. En een klein beetje noot. Ja. Precies. Ja, je proeft hem eigenlijk heel subtiel. Nou, het was echt voedzaam en lekker. Ja, nou even kijken hoe deze gelukt zijn, alsjeblieft. In de categorie zonde om op te eten. Heerlijk. Ja. Dat maak je dan wel met een knol. Ja, dat is toch niet iets wat je vandaag verwacht. Heerlijk. Maar ik ben totaal verbaasd. Dank jullie wel voor dit... Dit avontuurlijke uitstapje in de wereld van de vergeten groenten. Zullen we daar nog even op drinken? Proost. Jee. Jee. Er zijn ongeveer 2 miljoen Gelderlanders. En we hebben er nu ongeveer 240 gehad in Gelderse Koppen. Dus we kunnen nog wel even vooruit. Toen heb ik een weekje buiten gelogeerd. Je bent nog gesmeerd. Ik ben...